En de Weidenbosbrug zal morgen tot 8 uur in de avond volledig open zijn voor weggebruikers. Dat zei minister Steffen Sang van Handel, Industrie en Toerisme vandaag tijdens zijn persconferentie in verband met de viering van het Chinees Nieuwjaar morgen. In eerste instantie zou de brug vanaf 4 uur in de middag gedeeltelijk afgesloten worden. Vanwege veiligheidsaspecten is hiervan afgezien, aldus de minister. Na overeenstemming met de politie en brandweereenheden is uiteindelijk besloten de brug vanaf 8 uur 's avonds gedeeltelijk af te sluiten. Dit in verband met de vuurwerkshow die om 9 uur in de avond zal starten. Het vuurwerkspectakel zal op trekkers geschieden. Ik wil bij deze ook vragen aan het bootverkeer om daar ook rekening mee te houden. Het zal niet tussen 8 en 10 zijn, maar op het moment van afschieten. En dat is vanaf 9 uur tot 9:30 ongeveer. Om dan niet onder de brug door te willen varen. Maar zal daar de controle op uitoefenen. En dan hoop ik dat wij hiermee een stukje onduidelijkheid hebben kunnen wegwerken. En nogmaals, we werken aan de veiligheid. De veiligheidsdiensten zijn hier. En dit is echt de eerste keer dat we dit doen. Dus wij hopen niet dat er nog kinderziektes zullen zijn. Maar we proberen zoveel mogelijk af te dekken. Sang zegt verder dat er ook voorzorgsmaatregelen zijn genomen om het afschieten van het vuurwerk veilig te doen plaatsvinden. Hoe veilig is het? Dat is een issue die wij vanaf het begin hebben meegenomen. De KLS'en die worden afgeschoten hebben een maximum van 20 meter. We houden rekening met 30 meter, dat die dingen de lucht in kunnen gaan. De brug heeft een spanwijdte van 4 kilometer. We schieten af uitsluitend in het midden van de brug. En daarmee voorkom je eigenlijk dat er iets kan gebeuren in de directe omgeving. De reikwijdte is niet voldoende om calamiteiten te veroorzaken. Desalniettemin heeft de brandweer op bepaalde strategische posities stelling genomen. Zal stelling nemen daar en we zorgen ervoor dat het tot het minimum beperkt blijft. Dat is dus de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Steffen Sang, vandaag tijdens een persconferentie op het HINT over de activiteiten rondom de viering van het Chinees Nieuwjaar morgen.